Kijken dus vooral even naar 8-4-5, Liver Aisma. En natuurlijk ook naar Arjen de Wilde, de 18. En natuurlijk ook, niet te vergeten, de 1-1, Aalsen van erbij. Ook een van die grote kanshebbers. Alleen hij zegt, ik wil het niet te vaak gezegd hebben, maar hoort er gewoon even bij. De 1-1 dus. Aalsen van erbij pakt de leiding hier voor Liver Aisma. We zien de Wilde er niet tussen. Probleem dus voor hem. Staat niet aan de stad nu. Vooral is nu Aalsen van der Meij. 1-0-1. Tegenwoordig gewoon met de Stierskeer. Augustinusga. En erachter is Liver Aisma. 8-4-5. Augustinusga. Lekker aan het krallen. En ook Rikus Jongsma, nummer 100 erbij. En in de midden is Sjoerd de Boer, stap nummer 19. Maar het is dus vooral ook Aalsen van der Meij. De 1-1 gaat naar voren komen en zich mengen in de strijd voor de regio Keu. En ook Liver Aisma zal er straks bij zitten. Hij heeft wat een speling rechts voor. Als je kijkt naar de banden. Zit een beetje een trilling in daar. Nou, klein mispeertje daar in de bocht. Nu zien we ook bij Rikus Jongsma. Gaat de baseball pakken nu. Stap over 100. Is er weer bij. 1-1 dus. Aalsen van der Meij. Aalsweiler. Gaat komen over de finish. Dan nou gaan we kijken. Rechts voor even bij de 8-4-5. Rechts voor de Liver Aisma. Die man die trilt een beetje. Ja, er zit wat spelling in. Is het wachten op de nummer 3 nog? Rikus Jongsma. En dan vlak achter nu de nummer 19 van Sjoerd de Boer uit Noordbergen. En dan vlak achter is het de 59 van Evert de Vries. Maar het is nummer 100, Rikus Jongsma. Pak je derde plaats. 4 is dus Sjoerd de Boer. En 5 voorlopig in die uitslag, Evert de Vries. 6 pakken we nog mee, 5,89. En dat is Jelle Aarts.